Niet het MAC3 stadion, maar een koude kermis hè, vanavond. Ja, zeg dat wel. Ik heb nog nooit meegemaakt eigenlijk ook met onweer dat het echt gestaakt wordt. En ja, uiteindelijk, de scheidsrechters doen natuurlijk ook wat die moet doen. En die volgen de regels. En dan uiteindelijk is het een beetje onmacht, denk ik. Daar baal je van, denk ik. Ja, zeker. Uiteindelijk wil je gewoon... We maakten ook natuurlijk net 2-1. En dan wil je die wedstrijd over de streep trekken. En nu uiteindelijk moeten we terug. Alleen, nogmaals, het is onmacht. En het is aan ons om die wedstrijd alsnog straks over de streep te trekken. Ja, jouw timing was perfect, hè? Je scoort de goal en een minuut later wordt het afgelast. Ja, de scheids kwam ook naar me toe lopen. Hij zegt, we moeten naar binnen. Want het begint nou erger te worden. En ja, uiteindelijk wel lekker natuurlijk dat we nog net 2-1 maken. Dus we gaan straks met een goed gevoel hierheen. Maar niet in de rust gezegd van, joh, laat me een eentje scoren en las hem dan maar af. Nee. Nee, uiteindelijk hebben wij er ook geen invloed op natuurlijk. En ik had hem ook graag uitgespeeld, maar ik snap wel dat hun... We moeten ook de regels volgen en uiteindelijk gaan we kijken wanneer we weer uit gaan spelen. Hoe vond je de 57 minuten voetbal gaan? Ik denk dat we... Ja, eigenlijk, we beginnen goed. En dan maken we 1-0 en daarna wordt het eigenlijk wat minder, denk ik. Ja, en ik denk na de rust hoe wij de kleedkamer uitkomen is echt heel slecht, denk ik. Veel kansen tegen, ze scoren ook. En dan ja, uiteindelijk wel lekker dat we natuurlijk nog op 2-1 komen. De wedstrijd was een paar minuten onderweg. Jij kreeg een bal, je stond volledig vrij. Ik weet niet, wat deed je hier? Ja, was een grote kans. Hij kwam eerst op mijn stambeen, zag er ongelukkig uit. Alleen die heb je er altijd wel eens tussen zitten. En uiteindelijk wel lekker dat ik hem daarna alsnog kan maken. Ja, een mooi doelpunt. Kan je beschrijven? Ja, ik denk goede loopactie van Kai. En Samir die stak de bal tussendoor. Volgens mij liepen, ik moet hem ook nog terugzien, maar volgens mij die twee verdedigers liepen allebei met Kai mee. En ik was vrij. En ik schoot hem in de hoek, dus lekker. Nummer 4 alweer. Ja, de topscorerstitel lijkt nu wel heel ver weg, maar je bent wel met een goede inhaalspirit bezig, hè? Ja, zeker. Dat gaat lekker. En spits zijn, als je scoort, krijg je vertrouwen, voel je je goed. En dan is het lekker dat je hem vandaag ook weer kan maken. Kan je iets vertellen over de status van je contract? Gaan ze verlengen? Nee, eigenlijk nog niks. Ik heb niks gehoord. Ik heb het heel erg naar mijn zin, laat dat duidelijk zijn. Dus dan gaan we de komende weken gaan we kijken hoe dat loopt. Maar je verwacht wel een belletje, toch? Dat hoop ik wel, ja. Dus we gaan het zien wat het gaat worden. Ik heb het heel erg naar mijn zin, dus. Is echt niks verteld? Nee, ik heb nog niks gehoord, dus dat zal de komende dagen of weken zal dat wel duidelijk worden. Maandag 8 uur mogen jullie die laatste 32 minuten gaan spelen. Wat vind je daarvan? Ja, uiteindelijk nogmaals, dat zijn ook de regels. Dus we moeten die wedstrijd uitspelen. En het is aan ons om die wedstrijd over de streep te trekken. En dan doen we een goede stap, denk ik, richting de play-offs. Daar gaan we toch met z'n allen voor. Het is niet dat we het moeten halen, maar als het voor het grijpen ligt, dan gaan we er wel voor natuurlijk. Lijkt me gek dat je zo'n wedstrijd met een voorsprong ingaat. Ja, zeker. Nogmaals, ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Dus ik denk dat een half uurtje dat we dat gewoon over de streep moeten trekken. Wat ga je dan doen? Ga je nou voetballen of gewoon met 11 man in de goal staan? Wat is de oplossing? Nee, gewoon doen wat we altijd doen. En dan uiteindelijk gaan we kijken wat het wordt. Ben benieuwd, dankjewel. Alsjeblieft. En goede reis terug. Dankjewel. Oh, je moet staan. Ja.